Het gaat ontzettend slecht met SBS6. Deze zomer bewijst maar weer dat de zender zonder de Meilandjes en zonder de mannen van vandaag een site echt helemaal niets meer voorstelt. Nadat de zender eergisteren al behoorlijk door het ijs zakte met een herhaling van Frank Rogier, was het inzetten van Linda de Mol gisteren een nog grotere mislukking. SBS6 is begonnen met het herhalen van Linda's vierdelige dramaserie Diepe Gronden. Het resultaat? De eerste aflevering trok gisteren 87.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 2,2%. Dit zijn verbijsterend lage kijkcijfers. Van alle 10 grote tv-zenders was SBS6 tijdens Linda's serie veruit de slechtst scorende. Linda heeft op een grote zender nog nooit zo slecht gescoord op prime time. Linda de Mol was gisteren na een maandenlange afwezigheid weer te zien op tv. Slechts 87.000 kijkers. Zo laag heeft Linda in haar hele carrière nog nooit gescoord, denk ik. En denk SBS6 ook niet primetime, analyseert oud-SBS6-baas Tina Nijkamp. Tina noemt de score van Linda ongelooflijk. Wat een bizar plan ook om deze serie te gaan herhalen. Een dramaserie met een doorlopend verhaal herhalen heeft in de afgelopen 25 jaar nog nooit goed gescoord. Daarom wordt dat ook bijna nooit gedaan. Daarnaast is het pas kort geleden, afgelopen januari, dat serie is uitgezonden. Een hele erge misser. Journalist Bas Paternotte denkt dat Linda ook last heeft van enorme imagoschade, vooral nu het gerucht gaat dat ze weer samen is met Jeroen Rietbergen, wat ze vooralsnog ontkent. Linda de Mol moet het allemaal zelf weten, maar ik zou het niet doen in haar geval. Ze heeft het ook helemaal niet nodig, zegt hij in de podcast Nare Jongens. Het is slecht voor Linda's gunfactor, denkt hij. Het is een beetje gênant voor een powervrouw als Linda, zoals ze zichzelf presenteert, dat ze die viespeuk dan voor de tweede keer terugneemt. Ik snap wel dat je dat niet direct aan de grote klok wil hangen. Na de zomer wil Linda haar grote comeback gaan maken. Dan keert ze terug op zender met tv-klassieker Miljoenenjacht. De grote winnaars op primetime waren gisteren NPO 2's De Slimste Mens 1,4 miljoen, NPO 1's Denkend aan Holland 1,4 miljoen en RTL 4's BB Vol Liefde 765.000. Programma's die de top 15 niet haalden zijn onder meer Kopen Zonder Kijken 447.000, Shownieuws 410.000, Hart van Nederland 399.000, 112 Vandaag 336.000 en Shownieuws Zomereditie 111.000.